Ja, ik ben volwassener geworden eigenlijk door de sport. En ik ben meer door gaan denken aan de toekomst en zo. En door geen domme dingen te doen. Dus het haalt me eigenlijk van de slechte pad af. Ik heb eigenlijk op allerlei sporten gezeten. Ook op karate, voetbal, basketbal. Tafeltennis heb ik ook gezeten. En ik voelde maar niks aan. Toen ik was gaan thaiboksen, wist ik het gewoon dat ik er bijna mijn hele leven mee door zou gaan. Ja, u zag de toen 19-jarige Tariq El Idrissi in 2001. Tariq werd inderdaad een van de beste kickboxers van de wereld, tot hij moest stoppen nadat hij voor de tweede keer een been brak. Daarna verdween hij uit het nieuws, tot anderhalve week geleden. Amsterdam, de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 januari. Aan de Cas Oorthuiskade in Eiburg-West wordt een grijze Golf GTI gestolen. Anderhalf dag later duikt de auto weer op, in Noord, aan de Den Helderstraat. Daar zit, vrijdagochtend de 31ste, iets na 19:30 ochtends, Tariq El Idrissi in zijn auto, wanneer twee mannen uit de grijze Golf naar hem toe lopen. Er wordt meerdere keren gericht op Tariq gevuurd. Ambulancediensten kunnen niets meer voor de inmiddels 31-jarige Tariq El Idrissi doen. De vader van drie jonge kinderen sterft ter plekke. Vlak erna wordt de vluchtauto teruggevonden op de Hilverbeekstraat. Daar wordt hij door de daders in brand gestoken, waarna ze spoorloos verdwijnen. Ja, aan de telefoon van de politie, meneer Ouaissa. Het is toch een heel triest gegeven. Hè? Je ziet op die oude beelden een jongen met ontzettend veel talent, levenslust. En hij is er niet meer. Ja, het is zeker triest. Tariq El Idrissi was voor veel jongeren in zijn kickboxperiode echt een voorbeeld. Maar op de een of andere manier lijkt hij toch verzeild geraakt in de verkeerde kringen. Want op basis van wat we nu weten, lijkt zijn dood een afrekening in het criminele milieu. Ja, en ook nu weer plaatsgevonden gewoon midden in een woonwijk. Ja, en daarom nemen we die zaak ook heel hoog op. Die vrijdagochtend rond 19:30 waren nogal wat mensen op pad. Bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan of naar school te gaan. En die hebben feitelijk allemaal risico gelopen door het schietincident. Tegelijkertijd hopen we dat er daardoor ook meer mensen zijn die iets gezien hebben van de daders of op de plekken die voor ons relevant zijn. Goed, duidelijke oproep, meneer Ouaissa. Al die mensen willen we dus bij deze vanavond oproepen om te gaan vertellen wat ze hebben gezien. Meld u zich. Om te beginnen als u iets van de diefstal van de vluchtauto aan de Cas Oorthuiskade heeft gezien. Of weet waar die grijze Golf de dag tussen de diefstal en moord was en wie erin reed. Het was een soortgelijk model Golf GTI, maar dan met winterbanden en zwarte velgen zonder wieldoppen. Bel als u iets van het schieten op de Den Helderstraat heeft gezien. Vrijdagochtend, de 31ste dus, ongeveer 19:55. Of als u zag vanaf wanneer die grijze Golf daar stond en wie daarin zat. En bel ook als u getuige was van het achterlaten en in brand steken van de vluchtauto op de Hilverbeekstraat. Ja, en verder wil de politie graag in contact komen met iedereen die meer kan vertellen over het leven van Tariq El Idrissi. Wat er mogelijk achter zijn dood zit of die hem donderdag 30 of vrijdag 31 januari, de dag van zijn moord, nog heeft gezien. Bel de tiplijn als u met de rechercheurs wilt praten of tip anoniem bij M. En u mag ook contact opnemen met het team Nationale Criminele Inlichtingen.